Jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag ga ik even uitleggen wat we vandaag allemaal gaan doen met deze whiteboard. Dus eerst gaan we naar de auto. Met de auto gaan we dan de kabinet gaan halen. Met de kabinet gaan we de motor inladen in de kabinet. En dan gaan we zo rijden naar de garage waar de motor gaat hopelijk gefixt worden en afgesteld worden. En dan ga ik even praten met de garagist en dan terug naar huis. En ja, dat is eigenlijk de dag. Maar op het einde van de dag vertel ik ook wat de garagist mij verteld heeft en hou ik jullie natuurlijk ook op de hoogte van de stand van zaken. En we gaan één per één afgaan. Laten we vertrekken naar de kabinet. Hey. Got the keys. I got the car. Hey. And we got the kabinet. Let's go. Zo, de motor zit in de kabinet. Zoals jullie kunnen zien, ik heb een hoef vastgebonden. 3 punten. Zodat hij zeker niet omvalt. En ook de plastieke kappen die ik eraf heb gehaald, zodat hij rapper kan werken. Is ook goed. En het is goed dat ik deze video opneem, anders zou ik het vergeten. De koelvloeistof ga ik ook meegeven. Want als je motor het draait, gaat dat natuurlijk wel circuleren. En zit niet alles meer in die radiator, dus ik ga hem dat ook meegeven. En ja, de rest zien we ginder wel zeker. Kabinetje gefixt en ingeladen. Dus ready voor transport, hè. Zo, de motor is afgezet, guys. En dan kunnen we nu back to home. Maar eerst kan ik het afzetten natuurlijk. Ja, let's go. Ik ben helemaal 40 minuten naar hier gereden. En hij is terug thuis. Thuis. In de garage vooral. Dat is ook thuis. Wat er dus veranderd is, is afgesteld. En er waren een paar dingetjes mis nog. Heeft hij mij ook laten weten, de garage is namelijk. Maar hij zou starten en hij zou rijden. Wat we vandaag gaan testen is vooral starten. En andere keer rijden. In een andere video dan. First ride with the DRZ. Want hij is ook nog niet verzekerd namelijk. Dat wisten een paar van jullie wel waarschijnlijk. Ik ga hem een keer proberen te starten, waar jullie bij zijn. Dus, let's go. Holy shit. Nu nog verzekeren en rondrijden. Sowieso. De uitlaat zelf. Ik weet niet of jullie het op camera goed hebben kunnen horen, maar hij bangt echt niet normaal. Voor de pinkers zeg ik nog zien, want de garagist heeft dat op een of andere manier ook gefixt. Ze pinken nu al 4. Ik weet wat slecht contact, maar ik bedoel gewoon. Maar ik bougeer hem de pinker zoals ik deed. Bij mij werkt hem dan niet, omdat ik hem te veel bewogen. Maar nu wel. Ja, voor de rest. Er komt nog een LED koplamp op. Maar mensen, ik heb al even een beetje genoeg in deze motto gestoken. Denk ik toch. Dus ik ga nog even moeten wachten. Ook dacht ik aan die rode sticker zetten natuurlijk. Met die rode veer dan erbij. Maar die veer kost alleen al 80 euro of zoiets was. Hij heeft er ook een testrit mee gedaan. Had de garagist gezegd. En ja, voilà. Motto is eindelijk klaar. Laat weten wat jullie ervan vinden. Ik ben zeker benieuwd naar jullie reactie. Dan zie ik jullie in de volgende video. Hè. Vergeet natuurlijk niet te abonneren hieronder. We zijn bijna aan die 320 likes. Nou, moet nog maar eentje. Ene moeten we nog hebben. En dan zitten we aan 320 abonnees in. Wow, amai. Als jullie de video's leuk vinden, dan ben ik ook heel blij. Want ik vind ze ook leuk om te maken. Het is wel kut dat het nu juist minder weer gaat worden. Maar dat kunnen we ook plezier in maken, natuurlijk. Dus jongens, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet de video te liken als jullie hem leuk vonden. Liken. Ja, dus vergeet zeker niet te liken, abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ciao.